Welkom bij ook Spellersoor, leuk dat jullie er weer zijn. En dit keer wil ik met jullie gaan kijken naar The Unusual Suspects, uitgegeven door 999 Games. Het is een spel van 3 tot 18 spelers en het duurt ongeveer 20 minuutjes. En in dit spel kruipen het overgrote gedeelte van de spelers in de huid van politieagenten, rechercheurs, die een getuige hebben gevonden die zich niks meer kan herinneren van het uiterlijk van de verdachte, maar wel alles kan vertellen over diens gewoontes, leefwijze en voorkeuren. En wij moeten dus als rechercheurs proberen uit de getuigen genoeg informatie te halen om de verdachte uit de 12 aangehouden personen naar voren te halen. Lukt ons dat, dan scoren we. Mislukt dat, dan mag iemand anders de rol van getuige op zich nemen. Dus laten we snel maar eens gaan kijken wat er in deze box zit. Het spel is gemaakt door Paolo Mori en wij krijgen de spelregels in het Nederlands. Het is geen complex spel, dus dit is alles wat je krijgt met hoe je het spel opzet, voorbereidingen, etc. Vervolgens nog een paar varianten die je kunt toepassen. Grappig is, je krijgt deze getuigenpet. De getuige moet deze pet opzetten en die heeft een paar simpele doeleinden die ik straks ga uitleggen natuurlijk. Een stapel met de verschillende verdachten daarin. Een stapel met de verschillende vragen die de rechercheurs moeten gaan stellen. En een goed of fout antwoord vanuit de getuige, want die mag natuurlijk niks zeggen in die zin. En een locatie om te bepalen welke verdachte er daadwerkelijk is. Tot slot een scoreblok om je scores bij te houden. En mocht je willen, kon je nog een paar eigen verdachten toevoegen aan het spel. Dat is wat we krijgen. Snel gaan spelen. En zo ziet het spel er aan het begin uit. Eén speler neemt de rol van getuige op zich en de andere spelers zijn rechercheurs. Het doel voor de rechercheurs is om de verdachte eruit te halen, of eigenlijk de dader uit de 12 verdachten te halen. En dat gaat hij doen door middel van vragen die hier in de vragenstapel zit. Je schudt gewoon alle verdachten die er zijn en dan haal je er willekeurig 12 uit en die leg je in een patroon van 3x4. De getuige krijgt de getuigenpet op, die krijgt de stapel locatiekaarten en een goed en fout antwoord en die houdt ook de score van de rechercheurs bij. Voordat hij gaat beginnen, gaat hij natuurlijk bekijken welke verdachte daadwerkelijk de dader is. Daarvoor gebruikt hij deze locatiekaartjes. En jullie zien al, daar staat hetzelfde 3x4 patroon op. Om aan te geven dat deze meneer, in dit geval nummertje 11, is de daadwerkelijke verdachte. Dus dat verschilt natuurlijk per keer je schudt ze gewoon. Om je daarbij te helpen, je kijkt natuurlijk naar je kaartje en je gaat kijken op de tafel naar jouw verdachte. Doe je deze pet op met de klap lekker dicht over je ogen, zodat de mensen niet kunnen zien waar jouw ogen naartoe gaan. Dus dat is dan alweer lollig bedacht. En dat helpt bij het sneaky bekijken wat jouw verdachte is of wie de dader is. Heb je dat gedaan? Dan ben je klaar om te gaan beginnen. Het spel duurt maximaal 11 ronden en elke ronde bestaat uit 3 fases. Als eerste hebben wij de verhoorfase. Een van de detectives pakt de bovenste vraagkaart en die is Nederlands en Franstalig, dus je hebt de helft maar nodig, in ons geval de zwarte. En die stelt de vraag aan de getuige. In dit geval, houdt hij of zij van pittig gekruid eten? En dan is het aan de getuige om een klein achtergrondverhaaltje in zijn of haar hoofd te verzinnen over de daadwerkelijke dader. Zou deze persoon, die in mijn voorbeeld de dader is, zou die houden van pittig of gekruid eten? Daar geef je als getuige dan een antwoord op, ja of nee. Daar kun je de kaarten voor gebruiken, omdat je dan ook niks kan verklappen of je kan verspreken. Of je zegt gewoon ja of nee, maar om je het helemaal makkelijk te maken, hebben ze de kaarten erbij gedaan. Laten we zeggen dat ik denk dat deze meneer wel van pittig eten houdt. Dus ik zeg ja. Dan gaan we naar de tweede fase en dat is de rechtszaak. In deze fase gaan de rechercheurs met elkaar bespreken wie van de 12 verdachten zij vinden passen bij de vraag. Dus in dit geval, wie denken zij houdt van gekruid eten?
want in deze rechtszaak moeten ze minstens één van de 12 karakters omdraaien en daarmee geven ze aan dat die niet schuldig is. Zij gaan bijvoorbeeld zeggen, even kijken, die meneer, dat is een beetje een doorsnee gezinsman. Nou, die zal wel niet zo gek zijn op pittig eten. Of deze jonge dame, die houdt meer van caviar en champagne. Ik denk ook niet dat die pittig eten is. Nou, dat zijn de discussies die gevoerd gaan worden onderling. En daarin zul je merken dat niet iedereen dezelfde mening heeft. Maar belangrijk is vooral ook te kijken naar wie jouw getuige is en wat voor iemand dat is, want die geeft antwoord op de vraag. Dus soms helpt het om te denken, wat zou de getuige voor personen associëren met mensen die houden van pittig eten? Nou, laten we zeggen dat wij verwachten dat deze roodharige jonge dame niet van pittig eten houdt. Daar zijn we met z'n allen als rechercheurs over eens. Dus die sluiten we. En we durven het wel aan om te zeggen dat deze meneer ook niet zo van pittig eten houdt. Dus ook die sluiten we. Draai je hierbij de verdachte of de dader dicht, dan hebben de rechercheurs meteen verloren. Maar in dit geval is dat niet van toepassing. Dus gaan we door naar de laatste fase en dat is het oordeel. De getuige noteert hoeveel verdachten weggehaald zijn. In dit geval 2 stuks. En die vermenigvuldigt hij met het aantal gestelde vragen. Dus nummer 1 vraag gesteld, dus de bestede tijd is pas 2. En hoe meer beurten ze nodig hebben, hoe hoger de tijd wordt die je nodig hebt om de zaak op te lossen. Dus je wilt hier zo'n laag mogelijk getal. De perfecte score zou 1 keer 11 zijn, want dan heb je alle 11 de verdachten weg en heb je alleen de dader over. Maar dan ben je een beste. En dan gaan we de volgende ronde in. De volgende rechercheur pakt weer een vraag. Heeft hij of zij wel eens deelgenomen aan een protestdemonstratie? Nou, even kijken. Ik denk als getuige dat deze meneer dat wel eens gedaan heeft. Misschien in zijn jongere jaren wel. Dus ik antwoord weer op met een ja. Nou, en dan mogen de rechercheurs weer gaan deduceren wie niet in dat plaatje past. En zo ga je één voor één verdachten dichtleggen. Of soms met meerdere tegelijk. Lukt het de rechercheurs om uiteindelijk alles dicht te leggen op deze persoon, de dader na, dan winnen ze en kunnen ze zien in hoeveel tijd ze dat gedaan hebben. En dat is hun score. De getuigenpet gaat naar de volgende speler of met de klok mee of naar een speler die zegt ik wil graag. En die wordt de volgende getuige. We leggen weer nieuwe verdachten neer. We draaien weer een nieuw kaartje om en we beginnen weer van vooraf aan. Lukt het ze niet, draaien ze de dader dicht. Dan hebben ze met z'n allen verloren. En gaat de getuigenpet ook weer door of hou je hem bij dezelfde, wat je wilt. Maar op die manier wordt The Unusual Suspects gespeeld. The Unusual Suspects is een partyspel puur zang. En wat ik leuk vind is de spelerinteractie. Je hebt aan de ene kant een getuige die met zijn eigen achtergrond en referentiekader zo goed mogelijk de vragen probeert te beantwoorden en dus in zijn hoofd een verhaaltje verzint bij een afbeelding van een persoon. En aan de andere kant zitten een kudde rechercheurs die proberen vanuit hun referentiekader aan de hand van het antwoord op de vraag verdachten te elimineren. En dat geeft geweldige discussies. En afhankelijk van met welke groep mensen je dit speelt, kan dat tot hilarische situaties leiden. En kunnen er nog wel eens politiek incorrecte beslissingen genomen worden of op tafel gelegd worden door de rechercheurs. En dat leidt weer tot prachtige discussies. Maar het is gewoon heel erg leuk om het associatievermogen van spelers te testen. Je bent lekker met elkaar in gesprek over wat vinden wij nou wel bij het antwoord passen, welke personen en welke niet en vooral ook waarom. Terwijl je eigenlijk simpelweg gewoon 12 afbeeldingen hebt van willekeurige mensen. En dan mag jij gaan verzinnen waarom je iemand wel een persoon vindt die van pittig eten houdt, of waarom je iemand niet een persoon vindt om die van pittig eten houdt. En dat is een prachtig concept. En zo zitten er heel veel grappige vragen in, waarbij je dus in plaatjes gaat denken en achtergronden gaat verzinnen voor deze 12 wildvreemde personen.
En dat maakte dit spel gewoon heel erg leuk. Het is een heel veel spelerinteractie. Het mechanisme zelf is natuurlijk super simpel. Maar de discussies, de gesprekken en de redenaties waarom iemand wel of niet een verdachte is, zijn ontzettend leuk. Zowel vanuit het oogpunt als van de getuigen als vanuit de rechercheurs is het kostelijk vermaak om het gesprek aan te horen en er ook flink in deel te nemen. Je kunt hem ook spelen in teamverband, zodat een team rechercheurs het tegen een ander team rechercheurs op gaat nemen met meerdere getuigen. En zo kun je het met nog grotere groepen toch interessant houden en beperkt genoeg, zodat je niet met 17 man loopt te discussiëren. Daar zijn keurige regels voor omschreven aan de achterzijde. Maar wat mij betreft is The Usual Suspects een fantastisch partyspel. Vooral als je houdt van de discussiespellen. Er zit een simpel mechanisme onder, maar het spel gaat, net zoals bijvoorbeeld een Dixit, om het gesprek, de discussie en de associaties van de spelers. En daar hou ik van en dit spel zorgt absoluut dat er leuke gesprekken voorbij komen. En je kunt het met iedereen spelen. Want iedereen kan wel een verhaaltje verzinnen bij een afbeelding van een persoon. Dus alles bij elkaar genomen is het een tof partyspel. Wat ik gemakkelijk en snel op tafel kan leggen. En eigenlijk met iedereen wel kan spelen. En ik ben zelf een fan van de gave discussies die hieruit voortvloeien. Zeker binnen sommige van mijn spelgroepen is dit absoluut erg grappig. En het is om die reden dat ik dit spel waardeer voor wat het is. En ook gewoon een welverdiende 3 sterren heb gegeven. Spellenzolder.